De dagen van Ivan Danenberg als weltergewicht zijn voorbij. Mr. Cool heeft recent besloten om over te stappen naar middengewicht en kijkt uit naar nieuwe uitdagingen. Ivan McKinney, als een ervaren welterweight vechter tegen hooggeplaatste jongens heb je gevochten. Als ik nu op de Glory site kijk, zie ik nummer 4, middleweight. Klopt. Hoe kan dat? Ja, verrassing, hè? Ja, klopt. Ja, daar was wel een beetje sprake van. Het was een beetje moeilijk haalbaar om die 77 zeg maar, nog steeds aan te houden. Mm-hmm. Dus we dachten van misschien is 50 een leuke uitdaging. Is het ook, is een andere jongens natuurlijk. En het gewicht, dat staat me ook gewoon beter, vind ik. Ik ben 1,93. Tegen wie zie jij hem straks graag vechten? Eerlijk gezegd, ik heb nooit een voorkeur. Ik vind, als je een vechter bent, moet je tegen iedereen kunnen staan. Ja. Zo zie ik het. Maar je moet toch wel iemand zijn waarvan je... Ja, kijk, tuurlijk. Er zijn een paar jongens die ik persoonlijk ook goed ken, weet je. En in de divisie, dus het lijkt me wel leuk. Kijken hoe dat uit zal pakken. Maar uiteindelijk zie ik die nummer 1 gewoon, die Braziliaan, de kampioen, ja. Wat gaat hij tegen jou doen? Ja, dat is wel grappig, want ik denk dat we dezelfde lengte ongeveer hebben, dezelfde bouw ook. Dus dat gaat wel interessant worden inderdaad. Nou, als die partij daar komt, dan gaat hij het echt heel lastig krijgen. Heb je meer kans in de middleweight dan in de welterweight? Ja, want ik nu ook veel sterker ben. Ik voel me ook gewoon veel beter op het gewicht, dus kan ik gewoon beter presteren. Dus ik vind van wel, ja. Now he's searching his sights on the very top, and this is the fight he needs to win. And that left hand, and this is over. This is over. Paul Nichols makes it official. And Mr. Cool as you'd like. Noem eens twee jongens waar tegen je eigenlijk graag ziet vechten. Ja, nou niet graag. Ik bedoel, kijk. Donovan Wissen is een heel goede vechter. Dat wist ik al, want Donovan Wissen ken ik van Suriname. Ik heb in Suriname heb ik events georganiseerd. Ik wist al dat hij goed was en dat hij ervan kan komen. Dus dat is een uitdaging. Jason Psycho Wilnes, low kicks his way to a victory. Jason is een goeie. En daar heeft hij ook mee lopen sparren meerdere malen. Dus ja, hoe zou het nu zijn als ze tegenover elkaar in de ring staan? Vergt die nieuwe gewichtsklasse een nieuwe aanpak qua trainen? Ja, dat wel. Dat wel. We gaan nu veel meer op fysiek werken. Ja, veel krachttraining. Kijk, het boksen en het technische gedeelte, kickboksen, dat zit er bij mij gewoon in. Ik ben ook profbokser geweest, mijn handen lopen altijd sowieso. Maar nu gaan we gewoon meer op de kracht focussen. Dus alles wat nu, het gaat nu al goed. Maar alles wat ik nu zeg maar doe, dat komt gewoon 10 keer harder aan. Now, contender, tournament champion, Ivan Danenberg. Je gaat natuurlijk voor je titel. Je hebt het middengewicht. Mm-hmm. Je bent 1,93. Ja. Ik zie zomaar voor me dat je over 4 jaar zegt, pak het licht zwaargewicht, pak het er ook bij. Dat zou ook gewoon kunnen. Ja. Ik heb de lengte er zeker voor, dus dat zou ook nog zeker kunnen. Ja. Maar we gaan stap voor stap. Eerst 85 en daarna gaan we kijken hoe het verder zal gaan. Maar ik sluit het niet uit, het zou zomaar kunnen. Top. Ja. Thanks man. Yes. Thank you. Is goed man. Super.